mensen, welkom weer bij een nieuwe video. Ik zit nu in de koelkast. Mijn moeder gaat naar een barbecue. Ricardo en ik gaan even wat lekkers doen. Lekkers? Ja, dat weet eigenlijk niet. We gaan even... Wat gingen we doen dan? Oh ja, we zouden naar de stad gaan. Het is vandaag donderdag, dus koopavond. Voor onze nieuwe dingen, dus in ieder geval, we gaan naar Gerso toe. Dus we willen een beetje een nieuwe outfitje. Je weet nog een beetje smooth, je weet nog blablabla. We gaan even naar een winkel waar Ricardo naartoe wil. En misschien gaan we nog even naar Amsterdam toe. Zien we dan wel wat er gaat gebeuren. Anyways, we hebben hier allemaal... Wat is het allemaal aan? Kip? Meloen en sardine. Natuurlijk, hè. Lekker. Dan gaan wij lekker rijden naar Purmerend. Nee, ik zei het verkeerd. We gaan naar... waar gaan we heen? Waar moet je heen? Hoofddorp. Ja. En wij moeten naar... Hey, maar dan zie ik jullie zo. Wat is je vergeten? Zonder bril. En mama is in de bek. Hey, mam. Oh. Dat is jouw bedrijf. Doei, man. Jullie gaan toch helpen? Help, jongens. Hoezo? Ik kan niet met al die tas alleen. Oh my god. Oh my god. Doen jullie voorzichtig? Ja. Wanneer doen we niet voorzichtig? Kom dan. Hey, bitches. Waarom noem ik jullie bitches? En je bent vies. Die lens is vies. Dat is nog steeds vies. Nog steeds vies. Ja, maar jij ook. Hoor je mij klagen? Doe zo. Bro, ik heb honger. Oh ja, we hebben mijn moeder net daar gebracht, bij de vriendinnen. Dus even wat gaan barbecuen. Ik snap ook niet waarom. Wie heeft me gedm'd? Bro! René, ik heb je net opnieuw gemaild. Is een uitnodiging. Oh, kom. Mackie. Nee. Oh ja, maar we gaan dus even naar de Mac toe. Mac? We gaan naar de Mac. Want Ricardo haalt het ook niet meer en ik ook niet. Ik wou net zeggen, jij was degene die het ergst had. Helemaal niet. Jij hebt het gewoon meer. Ik kan fucking 2 dagen zonder eten. Oeps. Oké. Zo zie je er ook uit. McDonald's. Hoofddorp. Waar de fuck is dat nou weer? Bro, beter is het om de hoek. 10 minuten. Oké, okay, op naar de Mac. Waarom haal je €22 aan eten? Ja, zodat jij na mij kan bestellen zo meteen, hoor. Dit is toch erg? Hier, €23 nu. Ik weet niet hoe dit komt, we hebben echt iets fucked up gedaan, denk ik. Nee, vol. Azepe. Ik moet er achter zebe. Doe je hand naar beneden. Waarom we die gouden boog daar, waar we naartoe zouden gaan en niet hebben gefilmd uiteindelijk? Omdat we allemaal een dikzakje zijn. Op ieder geval Ricardo's een dikzakje. Hey. Nee, maar jullie hebben zelf gezien hoeveel we hebben betaald aan eten. Dus dat is... ja, dat is fucked up. We hebben €23 of zo gezet. Maar waar gaan we nu heen? Ik ben naar achteren, we gaan naar Red. We gaan naar Red Pyramid. Rode piramide. Alleen moet even mijn ass hier uit deze fucking parkeerterrein krijgen. Auto's koude dichtbij. Oké, nou, we zijn dus nu bij de winkel waar die Cardinals zijn. Waar is het eigenlijk? Ik ben hem ook even kwijtgeraakt. Nou, in ieder geval ergens in deze straat. Wat heel chill is. Echt, kust het even. Anyways, nou je ziet het is kut weer buiten en de parkeermeter staat letterlijk daar zo. Weet je, je weet het wel van dat je een kaartje moet pakken, dat je daar naartoe gaat en dan weer hier terug naar de auto en dan zet je hem hier zo op. Dat hoeft niet. Wat? Hier, je moet hier een kaartje zetten dat de parkeermannetje of vrouwtje het ziet. Ik heb dus een app van Yellow Brick, heel chill.
Je kan namelijk een nieuwe parkeeractie starten. Nou, mijn favoriete zonnecodes is nu eentje in Hilversum. Daar woont Ricardo. In ieder geval, hij woont in Bussum. Maar ja, dat is mijn favoriete zonnecode, want daar moet ik wel betalen. Daarboven, op het bordje, staat er namelijk een code. Kan je die code zien? Nee, hè? Misschien. Misschien, nou. Er staat 9251. Nou, en het leukste van is, dat staat dus hier ook. Die zonnecode, dat gaat namelijk om in welke zone je bent. Dus ik ben nu in de Lange Nieuwstraat bij IJmuiden. En dan klik ik daar namelijk op. De zonnecode is een suggestie op basis van GPS. Inderdaad, want hij weet dat ik hier ben in de buurt. Dus dan moet ik hier ook gaan parkeren. Nou, klik op doorgaan. Nou, ik laat dan weer niet even mijn dingen zien. Hoe noem je dat? Wat is dat ook? Kenteken. Kenteken. Dus we moeten betalen om te parkeren. Nou, het enige wat we doen, ja, start parkeren. Let op, in deze zone gelden de volgende bijzonderheden. Dat wat ik net heb gezegd. Doorgaan. En tada. En als ik straks terugkom, moet ik natuurlijk wel stoppen, want anders blijft hij gewoon doorgaan. Moet je niet vergeten. Maar, hey, ik ben lekker in de auto. Ik ben nog lekker droog. Ik hoef niet naar die kutpaal toe te lopen en weer terug naar de auto. En nu gaan we even kleding halen voor de car. En je vergeet nog te zeggen dat we net bijna de deur eruit waaiden. Oh ja. Daardoor is het chill dat je niet naar die pauw hoeft te lopen, want we waaiden net in een tornado. Ja, dat was inderdaad zo. Oh ja. Oh ja, dat was in de IKEA toen. Ja, elke keer als ik erbij ben, gaat de deur kapot bijna. Ja, een beetje. Oh. Kut Ricardo. Okay. Je schokt er gewoon ook nog echt. Hey, let's go. Ik zie het nu al gebeuren dat ik nu dat ding op doe. Woesje weg. Daar is je winkel. Hij is helemaal blij. Rick. Ja. Hier. Ga zien aan de camera. Dat is wel dik eigenlijk, man. Shit. Je weet dat ik dik ben. Nou, dat zei ik niet, maar gewoon dat het hard slaat. Het staat echt fucking hard. Ja. En, ben je blij? Toon te blij, want kijk, lekker zien. Dat is vuurwerk hier. Dat is dat olieraffinaderij gebeuren. Nou, mooie inkopen gedaan. Heel nice. Laat eens even zien, shoplot. Heb je het net gezien? Nee, ik heb het gezien. Nou, we zijn net weer terug uit de winkel. Ricardo heeft zijn spulletjes gedaan. Zoals ik al zei, we moeten dat ding niet vergeten uit te doen. Heel makkelijk. Stoppen. Ja, stoppen. Hoeveel hebben we betaald? 77 cent. En natuurlijk wel de transactiekosten erbij van 34 cent. En hoe lang hebben we, even kijken. We zijn niet zo lang gebleven. Eigenlijk wel, 20 minuutjes ongeveer. Dat is wel goed. 77 cent. Nou, mooi. Dankjewel, Jelle Brik. En wat gaan we nu doen, Rick? Nee. Ik weet het ook niet eigenlijk. We kunnen wel naar Bloemendaal gaan. Kijk, waar is Bloemendaal? Zee. Letterlijk, als je dit stukje afrijdt, helemaal. Ik wou zeggen, kijk uit dat je de fucking camera niet heeft. Voep, weg. Nee, joh. Oh, shit. Wow, gas. Oh, joh, die fucking Jezus. Wow, water? Hebben wij water om Nederland heen? Donder op, hoor, alsjeblieft, zeg. Wist je dat niet? Dat moest je weten. Is dit het randje van Nederland? Ja. Dus als je daar nu letterlijk naar rechts gaat, dan... Wow, deze auto. Hé, hey maar. Jezus. Zie jij de Namba? Zie je de Namba? Nou, zoals ik al zei, we zijn nu in Bloemendaal aan Zee. Ja, ja. En je moet ook weer parkeren. Dus hier, strand, Bloemendaal. Is dat 23001? Nee, 2361 of ja, zo. Deze. Boom, doorgaan. Beam, ja, start parkeren. Hatje plus. Let's go. Yes! Let's go dan. Echt kut om je al te veel moet elke keer mijn diafragma aanpassen. Ik ga gewoon weg hier, bro. Kijk, dat is al die strandtentjes hier. Ja. Hoor, joh, ik ging letterlijk naar rechts. Ik heb honger. Nee, grapje, ik heb dan te veel gegeten. Nee, maar ik wil wel iets doen. Dus we zijn nu bij Bloemendaal. Ja. Ik wil even op Bloemendaal aan de Zee wat eten ofzo. Drinken. Biertje? Niet? Oh. Oui.
zit de hele tijd. Wat is de place to be? Hier. Nou, ik weet niet of dit is namelijk een beetje een meh. Dan heb je daar, dat is Beach Club vroeger, daar heb je altijd echt die dikke feesten en zo. Maar Ricardo waardeert het niet. En hij heeft het koud. Kijk, hij zit allemaal zand, jongen. Waar zie je zand? Zie je zand? Zie je zand? Zie je zand? Ik zie geen zand. Oké, we gaan naar de auto. Doei. Oké, mensen. We zijn weer thuis. Holy shit. Ik dacht dat het vandaag een rustig dagje zou zijn. Als in van... Ik moest mijn moeder brengen naar... naar de barbecue. Van de barbecue zouden we dan even naar Ricardo's winkel gaan. Die helemaal freaking aan het uiteinde zit letterlijk van Nederland. Aan de zijkant. Aan het oceaan. Aan de oceaan. Nog even wezen chillen bij Beach Club. Vroeger. Bloemendaal. En dan weer mijn moeder ophalen en dan weer terugrijden. Ik heb letterlijk gewoon... Het is nu 1 uur. Ik heb echt letterlijk gewoon 4 uur, 3 uur op de bank gelegen. Om gewoon even te denken van... Shit. En ik was ook de hele tijd aan het rijden. Dus ja, daar word je ook heel erg moe van. Dus dat was een beetje kut. Maar ik heb me vandaag vermaakt. Ik dacht dat het vandaag een beetje een rustig dagje zou zijn. Is het dus niet. Want gisteren was ik namelijk uitgegaan met een paar vrienden. We waren om 1 uur was dat volgens mij. Om 1 uur zaten we hier nog in Almere bij Man at Work. Daar zijn we heel vaak. En we waren daar aan het chillen. En om 2 uur stonden we heel raar in de bubbels in Amsterdam. Dankjewel, Daryl. Ja, dus anyways, dat was het voor vandaag. Ik wil heel graag Yellow Brick bedanken voor het sponsoren van deze video. Want ja, thanks. Ik heb lekker nergens voor hoeven te betalen bij parkeren qua dat ik daar naartoe naar het parkeermetertje moet lopen. Zeg verkeerd, ik heb wel moeten betalen, maar ik bedoel van dat ik daar naartoe moet lopen, dat ding hoef te doen en dan weer terug te zetten op dat dingetje of zo. En nu, ja, nu hoef ik alleen maar te wachten op een factuurtje, dus dat is wel heel chill. Dus ben je 18 plus, heb je een rijbewijs en jij rijdt heel vaak en woon je in de Randstad. Echt, geloof me, Yellow Brick is heel chill om te gebruiken. Zoals ik al zei, vandaag is Ricardo naar een winkel gegaan om een paar nieuwe kledingstukken te halen voor onze trip. Want wij gaan binnenkort naar Gerso in juli voor mijn verjaardag. Dat is echt heel chill. We zijn daar, denk ik, een weekje en we hadden gewoon een beetje kleding. Maar daarom heb ik ook bijvoorbeeld, ik heb al twee nieuwe koffers. Dat is eentje, dat is de tweede, dat is de handbagage, dat is de carry-on. Nee, pardon, dat zeg ik verkeerd. Dit is de carry-on en dat is de... hoe noem je dat? Dat je het moet inladen. Je snapt me. In het ruim. In ruim bagage. Jezus, moeilijk hè. Kijk, het is al 1 uur, het is laat. Maar daarover meer de volgende keer in een nieuwe video. Vond je dit een leuke video? Druk dan even op het blauwe duimpje omhoog. Ik probeer nu meer video's te maken voor jullie. Want ik mis het wel een beetje. Ik mis het zeker. En... We gaan eraan werken. Ik ga eraan werken. En ik hoop dat jullie daar blij mee zijn. Dus jongens, voor nu, blauw duimpje omhoog. Ben je niet geabonneerd, druk dan even op het abonneerknopje. En doe even de notificaties aan. Want dan krijg je altijd een meldingje wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En laat het ook even weten in de chat. Nee, het is geen Twitch. Laat het ook even weten in de comments wat je van deze video vond. En dan spreek ik jullie volgende keer weer. Joehoe.